Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag een informatief boek voor jullie meegenomen. Superslimme dieren van Jan-Paul Schutte. Ik vind dit zelf een hele goede tip, omdat er heel veel verschillende soorten verhaaltjes in staan, maar vooral ook hele mooie foto's. Een stukje wat ik zelf heel grappig vond om meer over te weten, wil ik graag aan jullie voorlezen. Hoe leer je een papegaai praten? De vraag was dus, hoe leer je een papegaai echt praten en het liefst ook nog snel? Want iedereen met een papegaai die weet hoeveel geduld je moet hebben voordat een papegaai zegt wat je wilt. Irene Pepperberg had daar een slimme methode voor bedacht. Ze ging met een assistent vlak bij de vogel zitten. Vervolgens vroeg ze aan die assistent, wat is dit? Waarop haar medewerkster zei wat het was, bijvoorbeeld een appel. Dan zei Irene, goed zo, en dan gaf ze de assistent een nootje als beloning. Alex zag dat allemaal en die dacht, hé, als ik zeg wat het is, krijg ik misschien ook een nootje. Dus deed hij extra goed zijn best en zo ging het trainen met Alex heel snel. Al gauw leerde de vogel heel wat woorden. Betrekkelijk gauw dan, want gemiddeld duurde het nog altijd meer dan 70 uur voordat Alex een woord goed kon uitspreken. Maar Irene had de tijd en heel veel geduld. Stel dat je nog meer wilt leren over papegaaien, over Alex of andere wilde dieren, dan wens ik je veel leesplezier.